Het wordt steeds moeilijker om aan melkpoeder te komen. Dit vertelde landbouwminister Prahlad Syaudeen reporters eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat LVV bijna zover is om koeien te laten halen uit Brazilië. Qua voedselzekerheid, vooral oudjes en kinderen, en, die zijn totaal afhankelijk van melk. En de aanbod van melk in de wereld, poedermelk, en, het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker. Eerst om aan melkpoeder te komen, de tweede, de prijs stijgt enorm. En alleen maar door lokale productie te stimuleren, gaan we dat kunnen aanpakken. Dus het heeft alle aandacht van ons. Ik ben er praktisch zelf, trek ik eraan, elke dag mee bezig. We hebben toen berekend, we zouden zitten op 1500 koeien. En willen we willen we zelf voorzienend worden. Maar we hebben eerste partij, ben ik op 400 koeien. We hebben een boot gevonden die dan die 400 koeien tegelijk kan brengen. De andere boten zijn vele malen groter, maar je moet hier kunnen handelen. De minister vindt dat voorkomen moet worden dat de koeien die worden geïmporteerd geen gras hebben om zich te voeden. Hij stelt dat deze zaken nu in orde gemaakt moeten worden. Syaudeen verduidelijkt dat de melkkoeien vooral op ziekte gecontroleerd zullen worden.